Hoi, ik heb weer een nieuw verhaaltje uit het boek Willem en Dikke Teun. En dit keer gaat het over een vervelend jongetje. Willem zit samen met zijn poes op het stoepje bij de keukendeur. Dikke Teun zit een beetje te soezen. Hij knijpt zijn ogen dicht en hij gaapt. Ik ga naar binnen, zegt hij dan. Ik heb slaap. Ik ga even een dutje doen op het grote bed. Blijf nou hier, zegt Willem. Ik wil met je spelen. Miauw, zegt Dikke Teun en hij sjokt naar binnen. Toe nou, roept Willem. Maar Dikke Teun sjokt gewoon door. Willem loopt de tuin in. En midden op het pad staat zijn houten trein. Willem zakt op zijn knieën en duwt de trein voor zich uit. Tut tut. Ineens hoort hij een stem. In de tuin van de buren staat een jongetje. Hij is hier pas komen wonen en hij is bijna even groot als Willem. Ik ben Frankje, zegt hij, en ik wil met jouw trein spelen. Willem schrikt. Hij is nog altijd een beetje bang voor andere kinderen. Willem kijkt achter zich of Dikke Teun er misschien nog is, maar hij ziet niks. Dikke Teun, roept hij dan. Dikke Teun. Nee, ik heet Frankje, zegt het jongetje, en hij klimt over het hek. Willem staat op en rent gauw terug naar het stoepje bij de keuken. En daar blijft hij staan en hij kijkt met bange ogen naar Frankje. Die zit al op het tuinpad en speelt met de trein. Tuut, tuut, roept Frankje, dit is mijn trein. Het is mijn trein, roept Willem boos. Niet eens, zegt Frankje, ik heb hem gevonden. Kwaad blijft Willem staan kijken, maar hij zegt niks. Hij denkt wel, stomme Frankje, maar hij durft het niet te roepen. Ineens voelt hij iets zachts langs zijn benen strijken. En daar is Dikke Teun weer. Hij pakt mijn trein, zegt Willem. Hij zegt het heel zacht, zodat Frankje het niet kan horen. En Dikke Teun zegt weer heel zacht, ga erheen. En zegt dat jullie samen met jouw trein spelen. Nee, zegt Willem. Kom op, fluistert Dikke Teun. En hij loopt naar Frankje. Als Frankje Dikke Teun ziet, roept hij. Een dikke poes met een staart. En hij pakt de staart van Dikke Teun. En hij trekt eraan. Heel hard. Dikke Teun springt een meter lucht in en schreeuwt. Miauw! Nu wordt Willem heel boos. Hij rent naar Frankje toe en geeft hem een duw en roept, stomme Frankje, je mag Dikke Teun geen pijn doen. En dan blijft Willem verschrikt staan. Heeft hij Frankje nou zomaar een duw gegeven? Nu is het Frankje ook kwaad. Hij springt op en hij geeft Willem een stomp. Oh. Ik hoop dat lossen wij zo niet op, hè, op school, jongens. Willem loopt hard weg. Zo hard als hij kan. En Frankje rent achter hem aan en hij geeft hem nog een stomp. Oh, dat zijn stoute kleuters. Willem begint te huilen. Ze hollen de hele tuin door. En voorop loopt Willem en daarachter Frankje. Maar vlak achter Frankje rent Dikke Teun. Mama, gilt Willem. Maar mama hoort hem niet, want mama is op zolder. Niemand kan Willem helpen, behalve Dikke Teun. De poes maakt ineens een grote sprong en hij ploft voor de voeten van Frankje neer. En de jongen struikelt over Dikke Teun en blijft even liggen. Dan staat Frankje op, pakt de trein en gooit hem in zijn eigen tuin. Ik heb lekker jouw trein, roept hij en hij klimt vlug over het hek. Dat is ook gemeen, zeg. Huilend staat Willem aan de andere kant van het hek en roept, geef mijn trein terug. Lekker puh, zegt Frankje, je krijgt hem nooit meer terug. En dan loopt er een meisje de tuin van Frankje in. Het is Nienke, zijn zusje. Ze is groter dan Frankje, want ze zit al in groep 3. Ze kijkt naar Frankje en Willem en vraagt, van wie is de trein? Die is van mij, snikt Willem. Nienke pakt de trein van Frankje af en geeft hem terug aan Willem. Nu begint Frankje te huilen. Boe, het is mijn trein. Nienke pakt haar broertjes hand en trekt hem mee. Kom, jij hebt binnen je eigen trein. Ze zwaait nog even naar Willem
en gaat met Frankje naar binnen. Willem staat nog steeds bij het hek. Raar jongetje, mompelt dikke Teun. En hij strijkt weer langs de benen van Willem. Willem snikt. Hij heeft me gestompt. En ik heb hem laten vallen, zegt dikke Teun. Mama, huilt Willem weer. Nu ophouden, zegt dikke Teun. Niet aanstellen. Die stomp was niet hard en je hebt je trein weer terug. Willem veegt zijn tranen weg. Wat is Frankje een stom buurjongetje, zegt hij. Dikke Teun begint uitgebreid zijn staart te likken en zegt, maar Nienke is een aardig buurmeisje. Dat is waar, denkt Willem. En samen spelen ze met de trein. Willem en dikke Teun. Willem roept, tuut, tuut. En dikke Teun ronkt tevreden, maar zegt niets meer. Hij praat alleen als hij zin heeft of als het nodig is. En nu is het niet meer nodig. Dit was het verhaaltje van een vervelend jongetje. En nou, het is een best vervelend jongetje als ik het zo las. Maar zal hij altijd zo vervelend zijn? Vast niet. De volgende keer ga ik een verhaaltje voorlezen over een aardig meisje. Tot de volgende keer!